En Patrick Veit Herbe, oftewel Siske de Rat. Ik ben gewoon Amsterdamse jongen. Een beetje normaal opgegroeid wel. Maar wel altijd wel een beetje agressief geweest. Hij heeft de bijnaam weliswaar in Groningen gekregen van Siske de Rat. En dat geeft het al aan. Aan de ene kant een rat en aan de andere kant een hart van goud. Ik heb wat problemen gehad toen ik nog in de jeugd speelde. En ik was altijd wat agressief. En kon me allemaal niet zoveel schelen. Ik speelde voor plezier en zo zag ik het ook. En dan gebeurden wel eens dingen. En heel veel dingen wat er ook over mij gezegd is niet altijd waar. Dat ik mensen met messen heb bedreigd of zo. Dat is allemaal niet waar. Maar ja, ik heb wel een onrustige tijd gehad, ja. Een schorsing van een jaar opgelopen daardoor. Ja, ook dat nog, ja. En, dat was eigenlijk ook helemaal niet mijn schuld. Maar ja, omdat je toch een naam hebt, dan krijg je gauw de vingers op je gewezen, weet je. Patrick is een bijzonder product. Voegt iets heel leuks toe aan deze ploeg. Behalve zijn basketbalcapaciteiten die gewoon goed zijn. Kan verrekte goed schieten, ontwikkelt zich heel goed als point guard. Maar hij brengt iets wat we in Groningen niet hadden. Westerse bluff. En post up. So you come across here, make the double. See to beat him and look for your one-on-one. Look for the post. Glenn is een hele goede coach voor mij. Omdat hij een beetje mijn manieren weet en dingen weet hoe ik ben en waarom ik sommige dingen doe. Waarom je af en toe zo lastig bent voor scheidsrechters? Ja, dat is een van de redenen, ja. En er zijn ook wel wat andere dingetjes buiten het veld of in het veld. Gewoon hoe ik reageer op sommige dingen. En dat kan hij wel begrijpen. Ik denk dat ik wel wat rust heb gevonden onder Klein, ja. Wat anderen niet konden, maar wat ik op dat moment ook niet wou. En ik heb de laatste 2 jaar wel voor mezelf besloten om wat rustiger te worden. Dus dat is aardig gelukt, denk ik. Communicate on defense, check box out, no second opportunities for the rebound, okay? Let's go for a team, can't be focused and watch it. All right, come on. 1, 2, 3, team! Wat is het geheim achter het succes van dit seizoen? Ja, wat ik al een beetje aangeef, een spelersgroep die begrijpt in individuele zin wat ze kunnen. En vooral wat ze niet kunnen. En wat de man naast hun of voor hun ook aan mogelijkheden in zich herbergt. En vooral ook niet. Dus we gaan van mogelijkheden uit en de onmogelijkheden proberen we te maskeren. Met een beetje geluk en met de vorm op het juiste moment zou Donar het dit seizoen heel ver kunnen schoppen. En heel ver denk ik dat er een kleine kans is op het behalen van het kampioenschap.